Mens en Gevoelens, dat is zo'n fantastisch blad. Ik heb het 9 jaar geleden voor het laatst gemaakt samen met Tammy Vergeest. En nu is het weer terug. En ik merk meteen dat er zoveel behoefte is aan een warm, menselijk, cultureel, humoristisch en strijdbaar tijdschrift. Mens en Gevoelens, heerlijk ook om het in het digitale tijdperk weer iets echt vast te kunnen pakken. Een vriend, een warme vriend mee te nemen naar de wc, naar bed en ook in de trein. Mens in gevoelens, warm, tastbaar.